Thomas Sarsen, 2-0 nederlaag in Emmen. Vond je het verdiend? Ja, ik denk dat de eerste helft krijgen wij de grootste kansen. Via Rai 2 keer. En daarna ja, krijgt Spok ook nog een keer volgens mij uit een voorzet van Dario. Een vrije trap volgens mij wordt teruggelegd of komt in de scrimmage. En Spok schiet hem goed binnen en keeper pakt hem goed. Ik denk als we daar 1-2 daarvan scoren, dat we ja, 1-2-0 voorkomen. En dan dat het zeker makkelijker speelt. Dus ja, moet een beetje ook aan onszelf te wijten, denk ik. Na de tegentreffer leek het direct weg te vallen. Hoe kan dat? Ja, dat is denk ik even, moesten we misschien mentaal, ja, zat er even een klein stukje doorheen. Alleen daarna ja, krijgen we toch weer een kans op de 1-1. Volgens mij was toen de kans van Spokkel. Dus ja, als je dan weer scoort, dan ja, kom je toch weer zeker weer terug in de wedstrijd. En dat geeft jezelf ook een ophebber. Alleen als dat dan niet komt en de 2 dan net voor rust valt, hebben we in de rust tegen elkaar gezegd van laten we zo doorgaan. Kom op, kopje omhoog. En ja, ik denk dat we de tweede helft ja, veel op een helft hebben gespeeld. En hun meer op de counter. En ja, proberen nog dingen te forceren. De tweede helft had je veel de bal, maar creëerde je weinig kansen. Hoe verklaar je dat? Ja, ik denk dat hun gooide er volgens mij nog een middenvelder erin. Ging met 2 spitsen spelen. Dus ja, dan gaan er nog verdedigende spelen. En dan is het eigenlijk ja, de ballen erin pompen. De laatste minuut volgens mij nog met Spokkel. Eigenlijk als hij hem goed teruglegt. We kunnen daar nog de 2 in de aansluitingstreffer van maken. Alleen ja, dan is het meer de bal erin pompen. En was het moeilijk iets te creëren. Dit was een belangrijke wedstrijd in de strijd om de play-offs. Hoe maakt het de wedstrijd van maandag nog belangrijker? Ja, we hebben het net ook gehad. We kunnen met de kopjes naar beneden gaan, maar dat is zeker niet het geval bij ons. We moeten de kopjes omhoog steken. En ja, maandag is zeker weer een belangrijke wedstrijd. Ook richting de play-offs. Als we daar 3 punten halen, dan ja, sluit je toch weer aan. Dus de wedstrijd van maandag is uiterst belangrijk. Snel schakelen? Ja, zeker. Morgen goed uitlopen, goede shakes pakken, goed herstellen met z'n allen en maandag weer vlammen.